Geer, inshallah. Ik wilde gaan voorbereiden. Ik dacht, onderwerp. En toch vind ik iets moois wat een bekende geleerde heeft achtergelaten. Een mooi boek. Degene die Arabisch machtig is, kan het boek even lezen. De naam is Al-Harith Al-Muhasibi. Dat is zijn naam. En zijn boek heet At-Tawahhum. Mooi. Prachtig boek. Als je dat vertaalt, is echt... Het is het waard. Als je Arabisch machtig is, zoek het en lees het. Kitab At-Tawahhum. Waar gaat het boek eigenlijk over? Hij neemt je in een reis vanaf de dood. Dan loopt hij mee naar Al-Hashr, de wederopstanding. Mensen worden verzameld. Dan naar Al-Jannah, naar Jahannam. Iedere keer heb je gewoon twee. Van welke groep ben jij? Waar hoor je bij? En dan een echt mooi verhaallijn. Hij neemt je aan dat verhaal. En subhanallah, hij raakt je. En dan dacht ik van, weet je wat? Ik ga gewoon geen lezing houden. We gaan vandaag ook tawahum doen. Wat is het tawahum? Verbeelden. Illusie. Ja? En dan wil ik graag van jullie dat jullie ook meedoen, inshallah. In de zin van, ik zou liever willen dat je je ogen dicht doet. Wil je dat niet doen, kijk naar beneden. Wil je dat niet doen, leef in de sfeer en probeer jouw hart erbij te halen. Want wat wij gaan verhalen, wat wij gaan vertellen nu is, zijn geen fabeltjes. Zijn dingen wat jij eigenlijk zeker en 100% gaat meemaken. Of je wil of niet. Wallah, je gaat meemaken. Op het moment dat je het meemaakt... Op het moment dat je meemaakt, ga je vaak zeggen, het spijt me dat ik het niet gedaan heb. Dat ik geen rekening mee gehouden. Goed. Stel voor dat nu op dat moment, en niemand kan jou garanderen dat het niet het geval is, hè, de engel van de dood boven je hoofd staat. Hij wil jouw ziel gewoon eruit trekken. Nu is afgelopen. Goed. Ik geef je tijd. Om het beeld in je hoofd te hebben. De engel van de dood staat boven je hoofd. Hij wil het eruit halen. Op dat moment, pas op dat moment, weet je de waarde van dingen. Pas op dat moment weet je dat jouw onderneming, waar je jarenlang heeft aangewerkt, waardeloos is. Geloof mij, wallahi, nul waarde. Want op dat moment, de engel van de dood gaat jou weghalen. Wat ga je meenemen? Jouw kapitaal ga je meenemen? Wat ga je meenemen? Jouw auto? Wat ga je meenemen? Zorg wat je had gedragen voor het dunya, voor jouw zaak, voordat je niet ging slapen. En zelfs dat je het fajr gebed niet ging bidden, maar wel wakker geworden in de ochtend voor jouw onderneming. Dat je nalatig was met salat al-fajr voor jouw onderneming. Sterker nog, ook voor jouw studie. 7 jaar, 8 jaar, vanaf dat je klein bent, ben je aan het studeren. De engel van de dood komt en zegt, kom mee. Kom mee. Wat is jouw studie waard? Niks. Op dat moment besef je eigenlijk dat waarde van dingen, waarde van zaken, zijn eigenlijk afhankelijk van hoe die dingen jou naar al-Jannah brengen. Alleen dingen die jou naar al-Jannah brengen, hebben waarde. Buiten dit is waardeloos. Wallahi, waardeloos. Telefoon, auto, vriendenkring, alles. Alles.
De engel van de dood staat boven je hoofd. Hij zegt, kom mee. Oh, het spijt me, ik had net moeten gaan bidden. Net was het gebed voorbij. Spijt me of spijt hem, spijt me. Niks spijt mij. Ik kom, ik heb gewoon agenda aan. Ik weet wanneer ik jouw ziel ga wegtrekken. Nu kom ik het wegtrekken. Geen toestemming, niks. Ik maak geen afspraken. De engel van de dood maakt geen afspraken. Die staat gewoon daar en hij wil het gewoon weghalen. Oh, wacht, ik ben nog jong. Mooi, jong. Sinds wanneer maakt de engel van de dood verschil tussen jong en oud? Te rijk en arm. Sterk of zwak. Ziek of gezond. Sinds wanneer? Sheikh, imam. Ja, mooi, leuk en aardig. Maar het is voor jouw tijd. Tiran, mashallah, koning. Het is jouw tijd. Jouw tijd. Subhanallah. Op dat moment, dan zie je ook een van de twee dingen. Je ziet iemand, die ziet er aangenaam uit. Ziet er mooi uit. Hij komt naar jou en zegt, ik wil jouw ziel wegnemen. Op dat moment weet je eigenlijk dat je het goed hebt gedaan. Maar aan de andere kant komt hij ook met de andere gedaante. Beangstigend. De engelen van de dood, als ze komen, stem als een donder. En hoe ze eruit zien, schrikwekkend. Dan weet je dat je gefaald bent. Niks gaat jou helpen. Allah, het einde. Einde verhaal. Maar als hij komt en hij neemt jouw ziel als mu'min. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Fajr gebeden vandaag. Ik ga dood terwijl ik wudu heb. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alhamdulillah, gisteren heb ik Qiyam al-Layl gedaan. Tahajjud. Koran gelezen. Dhikr na ieder gebed. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ik was goed voor mijn ouders. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. De engel komt. Aangenaam, mooi. Kom mee. En dan met blij gezicht vertrek je eigenlijk vanuit deze wereld. Als je het goed hebt gedaan. Vertrek je met blij gezicht van deze wereld. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. En daarom, hadith van profeet Mohammed, a.s.w. die vertelt. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Degene die houdt ervan om Allah te ontmoeten. Allah houdt ervan om hem te ontmoeten. En wanneer hou je ervan om Allah te ontmoeten? Wanneer de engel van de dood, of de engelen van de dood, dat zij komen met een mooie gedaante. En dan, alhamdulillah. Dan zie je dat je hebt gevonden. Tamam? Goed, de engel van de dood, die trekt jouw ziel als mu'min. De engel van de dood, die trekt de ziel van de kafir. Op een manier, op een agressieve manier. Wordt verteld ook een soort Nisa. Dat de zielen van de mensen die eigenlijk zichzelf onrecht hebben aangedaan. Worden op een verschrikkelijke manier eruit gehaald. Dan zeggen ze, ja, sorry. Weer, het spijt me. Werkt niet. Wallahi, werkt niet. Je blijft herhalen. Het werkt niet. En dan zeggen ze, ja, jullie hebben gewoon goed leven gehad. Waarom hebben jullie dit... Ja, kunna mustad'afina fil ard. We waren zwak. We waren onderdrukt. We waren in een land van fitne. Wat zeggen de engelen tegen hen? Alam takun ardullahi wasi'a? Was de aarde van Allah niet groot genoeg om te gaan hijra doen? Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom, broers en zusters, ik kan niet zeggen, ik was onderdrukt. Dat is geen smoes. Dat is geen smoes bij Allah subhanahu wa ta'ala. De aarde van Allah is groot genoeg. Dus aan de ene kant. Aan de andere kant, sinds wanneer was de islam eigenlijk leuk en mooi en aardig en gratis jannah? Profeet Mohammed a.s. heeft geen gratis jannah gehad, terwijl hij het verdient. Of niet? De sahaba hebben geen gratis jannah. Gewoon slachtingen achter slachtingen, slagveld achter slagveld, armoede. Yani broeders, van armoede, de tijd van Sayyidina Omar al-Khattab, hongersnood. Mensen doodgaan door honger. In de tijd van Sayyidina Omar al-Khattab zijn de sahaba tot de pest... Ziekte wat zij hebben gehad in Sham. In de tijd dat zij eigenlijk de Romeinen hebben verslagen. Ze hebben Palestina bevrijd. Ze hebben alles gedaan. En dan ineens Ta'un Amwas. De pest. Meer Sahaba waren dood door die ziekte. Dan door al die oorlogen ervoor. Het leven is niet gratis.
Geen smoes, het was moeilijk. Wat was moeilijk? Het was moeilijk, wallah, de fajr is een beetje vroeg. En Isha is laat, hoe moeten wij gaan doen? Even jama' doen. En loop niet zielig te doen. Loop niet zielig te doen. Wat heb je begrepen van opofferen voor Allah subhanahu wa ta'ala? En dan komen de engelen jouw ziel wegtrekken en dan ga je zielig lopen doen. Ga je nooit zielig lopen doen. Je wist het wel en je kon het ook. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook jou beloofd. Als jij oprecht doet voor Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zal voor jou een uitweg verschaffen. Maar jij geloofde niet zo goed daarin. Kom mee. Goed. Dood. Weg is het. De ziel is weg. Het leven is voorbij. Vanaf nu. Daarvoor was het daden zonder beloning. Vanaf nu. Beloning zonder daden. Of het goed beloning of slecht beloning. Afhankelijk van wat je gedaan hebt. Ze lopen mee naar de graf. Ze brengen jou mee. En je ziet het. Je ziet iedereen. Je bent machteloos. Je kan niet bewegen, je kan niks zeggen, je kan niet communiceren. In het graf, dicht, huilen. Sheikh die gaat een paar woorden zeggen, mashallah, alhamdulillah. Hij was in de moskee, hij deed. Hij deed altijd, mashallah, mooie dingen. Dua maken voor hem. Weg. Weg. Iedereen is weg. Wie blijft in de begraafplaats? Heb je ooit gekeken? Half uur, één uur? Iedereen weg. Ze hebben gewoon werk. Ze hebben werk. Ze hebben school. Ze hebben haram dingen om te gaan zoeken. Ik ga niet vertellen welke haram dingen. Ze moeten gewoon snel zijn. Want die serie gaat straks beginnen, inshallah. Hij volgt het, of zij volgt het op televisie. Hij moet nog chillen in de stad. Het is koopavond vandaag. De andere, als goed met hem gaat, hij heeft lezing. Of iedereen is bezig. Ze laten jou gewoon alleen. En jij wil schreeuwen en zeggen, wallahi, waarmee jullie bezig zijn, is waardeloos. Geloof mij, ik weet het. Maar ze begrijpen het niet. Als je volgende keer bij de begraafplaats loopt en je gaat weglopen, besef dat degene die daar een graf is, wil jou vertellen, alsjeblieft. Besef wat ik nu eigenlijk begrijp. Kijk naar zaken in deze dunia. Wat jij doet, waar je naar streeft. Waar je veel dingen opoffert, waar je tijd voor verdrijft, waar je het geld voor verspilt. Is het waard? Is het waard? Het is alleen waard als het jou dicht bij Allah brengt. Het is waard als jou redt. Als je die kan meenemen op de dag des oordeels. Als iets moois voor jezelf. Tamam. Alleen. Het verhaal begint nu pas. Nu pas begint het verhaal. En dan komen de engelen, jullie weten het. De engelen komen. Mashallah, netjes. Ze zien er mooi uit, parfum en zo. En aangenaam, alles aangenaam. Ze komen bij jou. Wat zeg je over iemand die gestuurd is naar jou? Oh, profeet Mohammed. Oh, mashallah, oké. Okay. Wat zeg je over jouw God, Allah? Oh, wat zeg je over de Koran Karim? La ilaha illallah. Subhanallah. Mashallah. Mooi. Jij bent goed. Kijk, Jahannam. Schrik ervan. Dat zou jouw plek zijn als je nu goed was geweest. Maar alhamdulillah, Rabbil-Alamin, je bent een goede persoon geweest. Je kwam naar de les, wij sheikh. Hè? Je kan lezingen. Je ging naar de moskee. Je was goed met je medemens. Je was, mashallah, bezig met de Koran Karim. Ontbreekt niet in jouw leven de Koran Karim. Een dhikr na ieder gebed. Perfect. Je hebt het goed gedaan, jongen. Dan ga je zitten en kijken naar jouw plek in de Jannah. Andere kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal. Komen zij. Ik ga je niet vertellen hoe zij eruit zien. Hoe schrikwekkend zij eruit zien. En ze komen. En wie is jouw God? Mijn God. Even kijken. Ik weet niet. Toen was het. Oké. Wat praat je, die man die gestuurd is? Man gestuurd? Misschien is die moskee van de. Nee. Praat over iets groots, jongen. Ik weet niet. Het boek, niks. Hij heeft gewoon geleefd voor. Denk jij dat mensen die. Yani, wallahi, er is een mooi verhaal. Ik weet niet, ik wil dat verhaal niet gaan afbreken. Maar ik ga gewoon toch dat verhaal vertellen. Een man die heeft. Is mashallah murabbi. Hij heeft gewoon
studenten bij hem. En ze krijgen terbiya bij hem, opvoeding, ze worden opgevoed, mashallah. In één keer kwamen ze bij hem binnen, hij was gewoon zorgen en bijna aan het huilen. Waardoor, sheikh, wat is er aan de hand? Papagaai is dood. Ja, oké, papagaai is dood. We kopen een ander papagaai voor jou. Geen probleem, het is niet zo moeilijk. Ik zei, nee, ik maak me niet zorgen over de papagaai die dood is geweest. Ik maak me zorgen over de papagaai die dood is geweest, terwijl hij eigenlijk waak, waak zegt. Waak, waak, de taal van de papagaai. Probleem is, hij zat papagaai met ons en wij zeggen altijd la ilaha illallah, la ilaha illallah. En hij ging ons naapen. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Toen hij dood ging, heeft hij gezegd waak, waak. En niet la ilaha illallah. Is la ilaha illallah doordrongen in jouw hart of ben je aan het naapen? Is het gebed aanwezig in jouw leven of ben je aan het naapen? Is vasten voor jou omdat het gezellig, leuk en schattig is met de broeders en doen en mijn familie en iedereen doet het? Of is het naapen? Of leef je ervoor? Of leef je ermee? Geef je waarde aan jouw ibada. Geef je waarde aan het dhikr wat jij zegt. Wanneer je zegt la ilaha illallah. Gaat het in jouw DNA? Gaat het in jouw bloed? Gaat het in jouw leven? Is dat de vonk die eigenlijk leven blaast in jouw lichaam? Want daden zijn lichamen, zonder ziel. De ziel is intentie, de ziel is gevoel die erbij komt. De ziel zijn de tafakkur al-afkaar die erbij komen, de gedachten. Goed, en dan komt die man en dan ziet hij zijn plek in el Jannah. Zegt, ja, dat was jouw plek in el Jannah. Hij heeft het verwaarloosd en nu ga je daarheen. Dan ziet hij zijn plek in Jannah. Ineens komt de man bij hem. Stinkt, ziet er gewoon, ik ga je niet vertellen hoe lelijk hij eruit ziet. Het lelijkste wat hij ooit in zijn leven heeft meegemaakt en ook gezien. En zegt, wat ben je voor een vies wezen? Ziet er niet uit. Zeg ja, ana amaluk, ik ben jouw daden. Dat is wat jij hebt gedaan. Ik ben jouw daden. Ik ben jouw daden, jij ging lezen geven. Ja, toch goed, toch? Dat ik lezing geef. Ja, maar je deed het om te gaan zeggen, stoer. Kijk, oeh, sheikh. Je deed het om geld te krijgen. Je deed het voor aanzien. Je deed het niet voor Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zie ik zo eruit. Ik zie je zo eruit omdat je ging drugs dealen. Ik zie het zo eruit omdat je haram geld hebt gegeten. Ik zie het zo eruit omdat jouw telefoon heb je goed gebruikt om haram relaties te gaan beginnen. Ik zie zo eruit omdat je niet spoort. Omdat je al je leven eigenlijk hebt gedaan. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala niet tevreden stelt over jou. Aan de andere kant. De man ziet een persoon die komt naar hem zijn gezelschap houden. De mooiste kleding. De mooiste kleding. Parfum. En aangenaam. Vrolijk. Blijdschap. En wie ben jij voor een persoon? MashaAllah. Zeg, ik ben jouw amal. Amaluka salih. Gaat jouw gezelschap houden. Goed. Tussen dood en jouw al-qiyama zijn de zielen eigenlijk in al-barzakh. Dat weten wij toch? Al-barzakh betekent niet dat je lang gaat wachten. Al-barzakh is een plek. Sayyidina Adam alayhi salam en de laatste die gaat dood, die wacht hetzelfde. Want in al-barzakh is er geen tijd. Eigenlijk na het graf, zoals Sayyidina Ali heeft gezegd, man mate faqad qamat qiyamatuhu. Degene die dood is, naar de graf, gebeuren al die dingen wat ik net heb verteld. En dan, jouw qiyam is aangebroken. Wat gaat gebeuren op aarde? Je zit in je graf. Ja? En dan zeg ik tegen jullie allemaal, je zit in het graf. Dat is wat wij gaan doen allemaal. Behalve als ik dood ga in de zee, eet mij de haaien of zo. Of dat ik naar Palestina ga en dat gebombardeerd wordt. Dat ik in stukjes dan niemand mij kan terugvinden kan. Maar in de normale gevallen zitten wij straks in het graf. We zijn allemaal dood. En dan gaan dingen gebeuren op aarde. Komt de Mahdi. Komt de Dajjal. Komt Sayyidina Isa. Ya'juj en Ma'juj. Sayyidina Isa terug. Sayyidina Isa gaat dood. De mensheid verdwaalt. En dan gaat... Op een gegeven moment kennen ze gewoon Allah niet. Kennen ze Islam niet. Kennen ze Koran niet. Zijn er geen geleden, geen Koran op aarde. Niks op aarde. En dan heb je de ergste mensen op aarde. En dan... In één keer, al-haraj, al-maraj, al-fitna,
Mensen vermoorden elkaar. Mensen doen de meest gruwelijke dingen. Aarde is niet meer leefbaar. En al die chaos. Boom. De engel blaast in de bazuin. De schrok wat iedereen kreeg, zorgt ervoor dat niemand leeft meer. Dat leven die miljarden, miljoenen, miljarden jaren heeft geleefd, alles loopt tot... Het leven wat begon eigenlijk bij een pen, die begon bij je ars van Allah subhanahu wa ta'ala, op het water, die begon bij... Het is eigenlijk afgelopen. Stilte. Net als hoe het in het begin was. De profeet zei in Sahih Muslim, de profeet zei, alayhi salatu wasalam, kan Allah, wa lam yakun shay'un ma'a. Allah was er. En niks en niemand was bij Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen Allah. Op dat moment, alles is afgelopen. Geen engel. Geen beest, geen meer, geen leger, geen profeet, geen tiran, geen faraoen, geen Netanyahu, geen VN. Niks. Alleen Allah. En dan roept Allah. Man el Malik. Wie is de koning? Je dacht dat je koning was? Mohammed VI of Abdullah van Jordanië? Of de familie Bani Saud? Wie is de koning? Faraon, Karun, Haman? Wie is de koning? Wie is de machtige? Niemand antwoordt. Natuurlijk niemand antwoordt. Waarom? Is vergaan. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala. En op dat moment weet je eigenlijk dat hoe hoog je ook bent, blijft klein. Hoe machtig je ook bent, je bent zwak. Je beseft hoe rijk je ook bent, je bent gewoon arm. Subhanallah. De enige machtige is Allah. En de enige rijke is Allah subhanahu wa ta'ala. De enige koning is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft twee namen. Die twee namen zijn een combinatie. Bin Warsh zeggen wij, Maliki Yawmiddin. En Hafs zeggen wij, Maliki Yawmiddin. Ooit jezelf afgevraagd waarom? Waarom Maliki in Maliki? Malik komt van milk. Malik komt van mulk. Al-Malik is de koning. Al-Malik is de eigenaar. Allah heeft die twee combinaties. Hij is de koning en de eigenaar, wat niet bestaat eigenlijk. Behalve bij Allah subhanahu wa ta'ala. De koning van het land hier, waar wij in zijn nu. Hij kan alles doen, hij kan dat niet van mij afpakken. Waarom? Dat is niet zijn milk. Dat is niet zijn eigendom, dat is mijn eigendom. Toch of niet? Jouw auto kan hij niet bezitten, hij kan het niet pakken van jou. Terwijl hij de koning is. Nee, dat is niet zijn eigendom. Allah is de enige. Die melk en malik. En als je de eigenaar bent van jouw huis, je kan niet de koning zijn van je huis. Dus de combinatie bestaat niet. Malik en malik. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is de malik. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is de eigenaar. Jij bent eigendom van Allah. Jij bent gewoon bezit van eigendom. Weet je wat betekent eigendom? Dat is mijn eigendom. Als ik dat breek, in een sloot gooi, als ik dat kapot maak, heb je iets te zeggen tegen mij? Nee, toch? Waarom? Ik mag mijn eigendom doen wat ik wil. Allah subhanahu wa ta'ala, je bent eigendom van Allah subhanahu wa ta'ala, hij doet met jou wat hij wil. Maar hij is de Rahman al-Rahim. Hij is de Rahman al-Rahim. En hij is ook Allah, hij is ook Allah, die heeft gezegd, Rahmati sabaqat azabi. Mijn genade gaat voor mijn woede. Gaat voor mijn bestraffing. Allah subhanahu wa ta'ala, hij is Allah, die heeft gezegd, Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ik heb de zulm, de onrecht, haram verklaard voor mezelf, zei Allah subhanahu wa ta'ala. Je kan het niet haram maken voor Allah. Allah maakt haram voor jou, maar niemand maakt iets haram voor Allah. Maar Allah zegt, ik heb haram gemaakt voor mezelf,
onrecht. Dus maak je geen zorgen. Je bent eigendom van Allah subhanahu wa ta'ala, maar hij gaat je goed behandelen. Je bent de eigendom van de meest barmhartige. De meest barmhartige. Surat al-Fatiha zit vol met betekenissen. Goed. Dood. Alles. Bazan erin is geblazen. Niemand is er behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begint een nieuwe schepping. De aarde verandert. De hemel verandert. Alles wordt gevouwd, alles wordt ontvouwd, alles wordt anders gemaakt. Het regent. En door regen beginnen ook dingen te groeien van de grond. Wat is dat? Weet je wat er groeit uit de grond? Het is geen plant, maar een lichaam. Niet één. Lichamen. Hoe ver je ziet lichamen komen uit de grond groeien. Als plant. Vlak. Gigantisch veel. We praten over 8 miljard nu. Tel maar vanaf de mensheid. En niet alleen mensheid. Djinn. Dieren. Leven wordt weer eigenlijk opgegroeid. En dan iedereen groeit. En wanneer het lichaam compleet is, krijgt zijn ziel terug. Dan besef je dat wij praten over de wederopstanding. We zijn opgestaan. Allemaal. De eerste die opstaat is profeet Mohammed. Maar hij zegt, maar dan zie ik Musa. Staat naast l'ars van Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Musa. Subhanallah. Allahu a'lam. Was Sayyidina Musa snor of heeft hij dat meegemaakt? Niet meer? Allahu a'lam, weten wij niet. In ieder geval, leven begint te groeien. En jij bent ook een van die mensen. En jij gaat ook groeien. Miljarden, miljarden, miljoenen, miljarden mensen. Ja Allah, de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Iedereen is uniek. Zover je ziet mensen. Maar je kan tussen al die mensen, je kan zien, dat is Bassam. Dat is Umair. En dat is Ahmed. En dat is Hassan. Subhanallah. De macht van Allah subhanahu wa ta'ala, hij heeft zoveel variatie gemaakt. Er is geen mens die op een ander lijkt. Van al die miljarden, Maar wij staan allemaal op. Goed. De mensen gaan opstaan. Om het verhaal een beetje te gaan korter houden. De zon gaat dichterbij komen. Wacht even. 30 graden is al dodelijk in Nederland. Kunnen we die aan? En de zon komt nog dichterbij. Totdat het bijna de mensen aanraakt. En de mensen die, kun je voorstellen in een hele warme dag, dat jouw hoofd, en je zit in de auto, geen airco, dat jouw hoofd gaat ontploffen. Dat is een gevoel, het ontploft niet. De zon komt dichtbij dat je eigenlijk nu, normaal gesproken met dunya regels, ben je al dood. Je kan het niet aan. Maar er is geen dood meer. Pijn wat je hebt nu, normaal gesproken, pijn heeft gewoon bepaalde, totdat hij komt en hij maakt je gewoon dood. Dan ben je gewoon dood. Je kan het niet meer aan. Maar op dat moment, er is geen dood meer. Er is alleen maar zon. En die komt heel dichtbij, zweten. Profeet vertelt, hadith, authentiek, rawahu muslim. Mensen, hun zweet tot knieën, zweet tot navel, zweet tot schouders. Zweet helemaal in hun zweet. En zweten maar. Ja, en je weet wat betekent zweten. Als je in Indonesië bent of in een landen waar de vochtigheid heel hoog is, dan ga je ze echt vies vinden. Door de zweet wat... Kun je je voorstellen? Zit even in de sauna. En dan denk, verdubbel de snelheid, de temperatuur. Verdubbel. En als de zon komt, is het niet verdubbeld. Wallah, is het niet verdubbeld. Kun je je niet voorstellen. De mensen die staan daar,
Wat doen zij? Staren. Geschokt. Staren. Wat? Ze weten niet wat zij moeten zeggen. Ze maken zich zorgen. Kleine dingetjes. Zelfs profeten maken zich zorgen. Of niet? Ja toch? Zei naar Adam. Zegt, nou, ik heb gewoon ongehoorzaam handeling gedaan. Ik heb van die boom gegeten. Zei naar Noach. Ik heb tegen Allah gezegd, mijn zoon en red mijn zoon. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij verweten. Sayyidina Younes, Sayyidina, de profeten zelf maken zich zorgen over die kleine dingetjes. Yani, what about you? Wat, yani, over mij, wat ik gedaan heb. Klein beetje praat met je moeder, met stem verheffen. Opletten. Onrecht wat je hebt gedaan tegenover je vrouw. Jouw man verwaarlozen. Zusters luisteren naar ons, toch? Jouw man verwaarlozen. Ja. Geen aandacht geven aan jouw kinderen. Onrecht weegt zwaar bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, weegt zwaar. Gierig zijn in de moskee. Wanneer ze vragen om donatie voor de moskee. Het fajr gebed. Uitstellen tot je doorslaapt. Dat zijn gevaarlijke dingen. Ja? Blik waar je hebt gekeken naar jouw zuster op een rare manier. Let op, hou je hart even bij. Hou je gedachten even goed. Controleer het. Goed, dus iedereen weet van zichzelf. Niemand is vrij van zondes. Niemand is vrij van zondes. Misschien de grootste van jullie ben ik, maar ik kan het goed beter verbergen dan jullie. Hè? Allahu alam. Allahu alam. Als de profeten zelf zorgen maken daarover. Goed, gebeuren dingen. Op een gegeven moment dan zie je dat begint te veranderen. Het begint te veranderen. Je ziet dat schaduw komt, heel mooie schaduw, aangenaam, mooie sfeer. En onder die schaduw zijn, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhilluh. Zijn mensen die heel dicht bij Allah waren. Mensen die tranen hebben laten rollen door vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Broeder en broeder die van elkaar hielden omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Die zit onder schaduw. Iemand die haram voor zich was, hij heeft afstand van genomen en gezegd, ik doe het niet voor Allah subhanahu wa ta'ala. Er zijn mensen die onder, en heel veel mensen, hoe dichtbij Allah was jij in je leven? Die mensen zijn eigenlijk VIP, speciale mensen. Kijk, we hebben mensen, en Allah subhanahu wa ta'ala vertelt in de Koran al-Karim, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Dus Allah zegt over ummat Muhammad, Allah heeft drie categorieën gemaakt in deze ayah. Categorie zichzelf onrecht aangedaan. Een categorie die waren gematigd. Een categorie die waren gewoon aan het wedijveren op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Ijverig op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Die mensen die onder de schaduw van Allah, die zijn gewoon de ijverige mensen. Mensen die gematigd waren of mensen die onrecht, die zitten gewoon, die maken zich zorgen. Nou, ik vertel je nog meer. Die mensen die onder de schaduw van Allah, ze hebben geen last van de zon en zo. En om geen zorgen te gaan maken over eten, Allah trakteert hen. Het is gebaseerd op hadith sahiha, al-Bukhari, terwijl? Op Sahih al-Bukhari. Dus ga niet zeggen, wat raar wat je vertelt. Nee, wallahi, Sahih al-Bukhari. Tewaam? Authentiek, ja. Ze gaan staan op een grond. En het is geen grond. Wat is het dan? Het is een heel groot stuk brood. Heeft Allah zelf gemaakt. Met zijn zorgen. In de hadith werd verteld, biyadihi. Dus Allah zelf heeft brood gemaakt voor jullie. Allah heeft jou getrakteerd. En wat eet jij dan met brood? Je gaat toch niet. En waarom is het? De geleden hebben verteld. Waarom is het dan? Oh, ja, waarom staan ze erop? Zodat ze geen moeite hoeven te gaan doen om te gaan halen. Pak hem en eet. En wat eet je daarmee? Een stuk die Arabieren eigenlijk zien als delicatesse van de vis. De kabidul hoed. Lever van hoed. Eigenlijk word je getrakteerd op broodje, vis,
delicatesse van vis. Allah, Allah. Wie wil je zijn? Dat is de vraag. Wie wil je zijn? Wil jij gematigd zijn? Of wil je van de mensen die onrecht? Of wil je ijverig zijn op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi is gewoon voor jou. Wallahi is voor jou. Allah, jouw goede daden baten Allah niet. En jouw slechte daden schaden Allah niet. Wallahi is gewoon voor jou. Kom je op de dag, wil je bij de VIP horen? Laat zien dan dat je het graag wil. Ben je gematigd? Ja, 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 alhamdulillah dat ik bid. Alhamdulillah dat ik hoofddoek draag. Ja, alhamdulillah. Nee, het gaat niet om alhamdulillah. Die zijn gewoon basisdingen. Wat jij doet, dat je bidt, dat je hoofddoek draagt, dat je hijab en dat al die dingen. Dat is gewoon om niet gestraft te gaan worden. Maar om bij de VIP te zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Nee, nee, nee. Opofferen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Niet opofferen, alleen jouw mindset moet veranderd worden. Jouw mindset moet veranderd worden. Jouw leven moet zo opgezet worden dat nu als de engel van de dood komt, dan zeg ik, go. Kun je zo ver komen? Kun je zo ver komen? Of wacht je tot hij komt, dan pas weet je eigenlijk dat jouw leven anders was ingericht. Verkeerd. Verkeerde prioriteiten. De lijst van prioriteiten was gewoon dik, 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 dik. En dan uiteindelijk beneden de kruimeltjes. Oh, dat is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Voor lezing, voor les, voor visabilillah, voor doen. Ik ga kijken of ik tijd heb. Nee, je gaat tijd maken. Je gaat schuiven in jouw agenda. Je maakt gewoon tijd voor chillen in de stad. Je maakt tijd om te gaan op vakantie. Een maand vakantie. Maar je maakt geen tijd om naar het huis te gaan. Toch of niet? Je maakt tijd om niet naar de moskee te gaan komen. Organisatie, we hebben jou nodig voor visabilillah. En dan is het, voor mij is het, die umma is, astaghfirullah, vergeef mij, ik wil niet doemdenker zijn. De umma is zo laag gevallen, zo laag gevallen, wanneer je zegt, voor werk voor Allah subhanahu wa ta'ala, we kunnen niet bouwen op vrijwillig werk. Ja Allah, weet je wat dat betekent? We hebben opvoeding nodig. We hebben opvoeding nodig. Als je werk voor Allah ziet als vrijwillig werk, dan ben je verdoemd. Jouw mindset moet veranderd worden. Geloof je in de loonstrook wat jij krijgt van jouw baas en niet in het boek wat je gaat krijgen bij Allah subhanahu wa ta'ala? Pas bij de dood moet je het gaan begrijpen. Of niet? Dus werk voor die loonstrook bij Allah, niet loonstrook van de dunia. Tamam, dus maak ruimte voor Allah, werk voor Allah, zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is het enige wat je kan meenemen. Alle mensen gaan staan en dan, om het kort te houden, inshallah, komt de mensen gewoon worden gebracht naar de mahshar. Van de wederopstanding naar de mahshar. Hoe lang is die periode? Om te begrijpen dat tijd is schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor de kafir zijn duizenden jaar. وَيَوْمٌ عَنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Duizenden jaar. En voor de mu'min is net als tussen de dhuhr en de asr. Of net als sunnah gebed. Zo kort. Ja? Maar bij de mu'min sunnah gebed is niet heel kort. Yani. Ja? Tamam? Dat is voor de mu'min. Hij is gekomen. Hier staat, de zon komt naar beneden. Hij krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala schaduw. Hij gaat onder schaduw zitten. Gaat even broodjes eten, broodje vis en chillen met de stad. Alhamdulillah, weet je. So, wallahi, we hebben echt dingen meegemaakt in deze dunia. Wallahi, ik werd gemarteld door dit en dit. En mijn hele leven hebben ze gewoon zeur gemaakt. Maar weet je, ik ben alles vergeten. Ik ben alles vergeten. Alleen nu ben ik alles vergeten. En dan sta je gewoon daar te chillen, praten met jouw vrienden, met jouw broeders en zo. Ja? En dan is het, boom. Yalla, naar de mahshar. Lopen naar de mahshar. Heb ik nog tijd? Ja. Ja? Je leeft in? Ik ben ja. Hoeveel tijd heb ik nog? Ja, het is 10 uur, Maghrib is net... Is net geweest. Net geweest? Ja. Tien minuten. Goed. Als we op zijn mijlijkjes doen, dan moest het gelijk. Maar ik ben Shafi'i. Geer, inshallah. Dus wij worden gebracht naar de mahshar. En wij komen daar. Iedereen wordt verzameld daar en begint eigenlijk
Oké, ik ga niet alles vertellen. Ik ga gewoon kleine stukjes pakken van hier en daar. Op een gegeven moment, we hebben het eigenlijk over de loonstrook. Over loonstrook. En iedereen wordt apart gevraagd. Iedereen heeft aparte ontmoeting met Allah subhanahu wa ta'ala. Niet persoonlijk, want dat verdient kafir niet. Verdient kafir niet. Komt, kijkt, wordt weegschaal gebracht, wordt gewogen. Subhanallah. Jij staat daar en je ziet gewoon de weegschaal en jouw hart gaat tekeer. Boom, boom, boom. Komt Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is ook alles wat ik vertel, authentiek, gebaseerd op authentiek ahadith. Komt Allah subhanahu wa ta'ala en vertelt jou, ja, mu'min. Zegt, weet je nog zonde die je gedaan hebt op die... Ja, Allah. Ja, ik weet die zonde, ja. Ik kan me herinneren die zonde. Oké. En die zonde toen jij alleen was en jij deed... Oh ja, astaghfirullah. Ja, ik... En die schaamtje, zweet, en rood gezicht en alles. Je wil graag dat je gewoon eeuwig dood krijgt. Allah subhanahu wa ta'ala herinnert jou aan dingen wat jij hebt gedaan. En zondes. Wat betekent zonde eigenlijk? Ieder zonde is ondankbaar handeling. Jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft je gewoon ogen gegeven. Ga je naar het haram, kijk je daarmee? Allah heeft je handen gegeven. Ga je iemand in elkaar slaan? Jouw kinderen of jouw vrouw met onrecht... Allah heeft jou dat gegeven. Subhanallah, Allah heeft jou geld gegeven. Ga je haram dingen kopen daarmee? Allah heeft jou gegeven. Subhanallah. Dat is zonde. Zonde is ondankbaar tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Dus op dat moment, je schaamt je kapot. Weet je nog die zonde dat en dat? Hij zegt, ja Allah, ik weet het. Ik weet het. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ik heb het verborgen in deze dunia voor jou. En nu verberg ik het ook voor jou. Naar al-Jannah. En dan besef je eigenlijk hoe lief Allah is. En dan besef je eigenlijk hoeveel Allah van jou houdt. En dan pas besef je eigenlijk dat je zonder liefde van Allah, zonder genade van Allah, verdien je geen Jannah. Verdien je geen Jannah. Subhanallah. Alleen maar oog, dat je die gaat bedanken, je kan het niet bedanken. Je gaat naar Jahannam. Als je zegt, ik wil Allah, alleen mijn daden. Nee. Naar Jahannam. Want alleen dat kunnen zien. 70 jaar, 60 jaar, hoe lang ga je leven? 60 jaar, 70 jaar ben je aan het zien. Heb je Allah niet bedankt daarvoor? Iemand werkt in een ziekenhuis? Ooit machine gezien die de nier, de functie van de nieren overnemen voor een tijdje. Als het nieren gaan behandelen, zitten gewoon daar. Dan zijn machines die de functie van de nieren gaan overnemen. Groot, als een muur. En hoeveel kost die? Kun je niet betalen. Kun je niet betalen. Ziekenhuis kan niet zomaar ziekenhuis gaan betalen. Dat is duur. En onderhoud daarvan en alles. En gigantisch groot. Zo'n machine, die neemt het over van jou neer. Van één van de neren. Van Allah heb je twee nieren gratis gekregen. Ze pompen, ze werken, ze doen. En je maakt je geen zorgen erover. Ziekenhuis ga je bedanken daarvoor. Als ze jou dat gratis voor jou doen, ga je bedanken. Maar Allah bedank je niet. Voor twee nieren en hart en twee longen. En maag en darmen, dunne darmen en dikke darmen. En een pezen en versen en verstand en hersenen en ogen. En Vertel over iets wat je niet gekregen hebt van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Toch uiteindelijk, hè? Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen jou, dat weinig wat je hebt gedaan, yalla naar al-Jannah. Eén van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shakur. Dankbaar. Allah is dankbaar. La ilaha illallah. Jij moet dankbaar zijn. Allah is ook dankbaar. Als je begrijpt. Allah is groot. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Dat wij Allah hebben. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Aan de andere kant. Gaan we naar een ander beeld gaan kijken.
Je ziet, iemand ziet zijn weegschaal en de weegschaal die kijkt. Andere kant positief, alhamdulillah, we blijven gewoon positief. En hij ziet dat de kant van hasanat, die wordt steeds meer, meer, meer. Maar Allah, zoveel heb ik niet gedaan. Is leuk, mooi, en ik ben blij dat de kant van hasanat wordt steeds meer. Ja, ten koste van zei, ja, die gaan gewoon weg. Ze gaan gewoon rechtstreeks naar al-Jannah. Ja, maar die zijn dingen. Weet jij, toen jij had jouw vriend verteld, jouw broeder verteld, over Qiyamul Layl. Hij ging Qiyamul Layl doen. En die broeder die ging altijd Qiyamul Layl omdat je hem had gemotiveerd. En niet alleen dat, hij ging ook zijn vrienden vertellen. En zij deden ook Qiyamul Layl. En toen hij gegroeid heeft, toen waren jullie in Marokko allebei, je bent naar Nederland gekomen, en hij bleef in Marokko. Ja, en op een gegeven moment, jij hebt het niet door, maar hij is sheikh geworden, hij is imam geworden. En hij ging de mensen met passie vertellen over Qiyamul Layl. Iedereen, de moskee, Qiyamul Layl, in jouw weegschaal. Snap je hem? Begrijp je waarom ik van Rotterdam hierheen kom? Om jullie te gaan vertellen. Niet omdat ik jullie leuk, lief en aardig, dat zijn jullie wel. Maar ik deed het omdat ik egoïst ben. Ik wil op dag des oordeels komen en zeggen, ik heb die jongens geïnspireerd. En ze hebben mooie dingen gedaan. Mijn weegschaal gaat groter en groter worden. Dus ik zou zeggen, doe hetzelfde. Doe hetzelfde. Wees een da'ya voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus eigenlijk, de meest winstmakende business op aarde is da'wa voor Allah. Is verdienen, gratis geld verdienen, gratis hasanat verdienen. Jij zit en de mensen die je geïnspireerd hebt, die doen het. En jij krijgt dezelfde hasanat van hen. Kijk, dat systeem bestaat ook in het dunya. Met één verschil. Het verschil is wat zij verdienen. Jij zit gewoon op je stoel en je krijgt een deel van wat zij verdienen. Maar bij Allah is anders. Je krijgt niet een deel van wat zij verdienen. Je krijgt een kopie van wat zij verdienen. Tamam? Dus wat ik aan jullie ga verdienen, inshallah, van hasanat. Als jullie geïnspireerd raken en gewoon mooie dingen gaan doen. Ja, dat gaat niet tekort doen van jullie hasanat. Je hasanat blijft. Ik krijg alleen een kopie ervan. Waar wacht je op? Laat de dag zijn dat je komt op de dag des oordeels. Heb dat beeld in je hoofd. Dag des oordeels, jouw weegschaal wordt gevuld en je bent aan het kijken. Subhanallah. Tamam. Gaan we de andere kant van. Hadith van profeet Mohammed al-Islam vertelt de sahaba, atadruna man al-muflis? Weet jullie wie blut is? Sahaba hebben gezegd, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Het is iemand die geen geld heeft en geen spullen. Zei, ha, al-muflisu min ummati, blut van ummet Mohammed, is iemand die komt op de dag des oordeels. Met qira'at al-Qur'an, met siyam, vast, Qur'an lezen, bidden, hasan, weldaad, goede daden, allemaal. Maar hij heeft deze geslagen, hij heeft deze uitgescholden en hij heeft geroddeld over deze. Heeft hij op deze? Komt hij op de dag des oordeels? En iedereen neemt van zijn hasanat. Hij staat daar, zijn weegschaal in zijn hart klopt iedere keer dat je een klein beetje weghaalt van zijn weegschaal. En de mensen die nemen van zijn alsjeblieft, laat iets voor mij over. Niks, je hebt geroddeld over mij. Je hebt geroddeld over mij. Geef hier. Alsjeblieft over haram geld. Het was niet jouw recht, het was recht van die persoon. Recht van die persoon. Je hebt jezelf uitgeschreven. Uitgeschreven. Hè? Zodat jouw ouders meer uitkering gaan krijgen. Uitwonend, maar je woont toch bij je ouders. Je neemt recht van iemand anders die het verdient. Of niet? Begrijp het. Die mensen komen op dag des oordeels nemen van jouw weegschaal. Besef het. Verkopen, kopen. Ja, marktplaats, verkoop dat. Oh nee, dat is echt goede telefoon. Belazerd. Komt op de dag des oordeels, hij neemt het van jou. Weegschaal wordt steeds minder, minder. De hadith vertelt, totdat zijn weegschaal leeg is. Hasanat van zijn weegschaal zijn weggenomen. En dan, wat gaan we doen? Er zijn toch nog hukuk van nas, rechten van mensen. Oké, wordt van hun sayyi'at weggehaald, op zijn weegschaal gezet.
thumma yurma fi an-nar. Daarna wordt hij gegooid in Jahannam. Rechten van mensen. Is iets waar je geen... Rechten van mensen. Ik maak me zorgen over een man die denkt van ik ga me opofferen voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik ga de zaak van Allah verdedigen als een goede mujahid. Hij ging zichzelf opblazen in de markt of in de metro of ergens. Hij beseft niet, op de dag des oordeels wordt hij tegengehouden van de Jannah door 50 euro en 20 euro lening. Wat denk je van zielen van mensen, onschuldige mensen? Hij heeft zichzelf opgeblazen en denkt nu de deuren van de Jannah zijn open. Ik maak me zorgen over jou. Kom je daar, zeg, bloed hangt aan jouw handen van onschuldigen. Wat dacht je in de metro? Soldaten waren in de metro? In de markt opblazen, dacht je dat daar de slechterikken zijn? Je hebt onschuldige mensen, je hebt kinderen vermoord, je hebt een vrouw vermoord, je hebt dokter vermoord, je hebt ingenieur vermoord, je hebt eigen broeder vermoord. Is blind vermoorden, iedereen die daar was. En daarom, de zelfmoord aanslagen, dat is iets waar eigenlijk die mensen niet beseffen wat het is. Ze beseffen niet dat ze op dag des oordeels, ze hebben gehoopt en gerekend op goede ontmoeting met Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ze ontmoeten gewoon problemen. Problemen. Iedereen gaat komen, gaat zijn recht vragen. De vrouw die dood is gegaan, onrecht, die komt, gaat haar recht vragen. Haar kinderen, die hun moeder is ontnomen, komen ook hun recht vragen bij hem. Een man die zijn vrouw heeft verloren, een man struggelt hij met zijn kinderen. Kinderen die trauma oplopen en misschien hun leven gaat de andere kant op. Subhanallah. Heel goed nadenken, rechten van mensen is niet iets waar je makkelijk over gaat doen. De weegschaal komt en dan wordt gewogen. We gaan naar een ander beeld. Ander beeld. Ineens komen uit de hemel, vallen uit de hemel, de loonstroken, de rapportages, jouw boek. Iedereen ontvangt zijn boek. Degene die het ontvangt in zijn rechterhand, lees Surat al-Haqqa. Ik zou zeggen, lees Surat al-Haqqa. Als je vandaag naar huis gaat, lees Surat al-Haqqa. Wil je nog meer? Lees Surat Qaf. Ha umqra'u kitabiya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Ja, salam. Krijgt zijn boek rechterhand, dan gaat hij schreeuwen tussen de mensen. Van blijdschap. Kijk, ik heb hem gehad in mijn rechterhand. Zo, yani, khalas. Zekerheid. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Aan de andere kant, iemand krijgt een linkerhand. Die gaat huilen. Die gaat janken. Die gaat schreeuwen. Helpt niet. Het spijt me. Helpt niet. Ik zal het beter doen. Echt, mensen op dag des oordeels gaan ook zeggen, O Allah, Rabbirji'oon. O Allah, laat mij terugkomen alsjeblieft. Ik kan het beter doen. Allah zegt, als ze terug worden gestuurd, zullen ze gewoon hetzelfde doen. Iemand... En subhanallah, mens blijft mens, probeert altijd bij de hand te gaan doen. Iemand probeert bij de hand te gaan doen en doet zijn linkerhand achter zijn rug en zegt, mijn rechterhand. Hij krijgt zijn boek achter zijn rug. Staat in de Koran Karim. Soms denk je, oké, rechts begrijpen, links begrijpen, maar waarom achter zijn rug? Ja, omdat hij zijn hand verbergt zo. Nee, hier, krijg achter zijn rug. Ook op dat moment mensen die bij de hand doen. Subhanallah, ze blijven gewoon bij de hand doen. Alsjeblieft, stuur ons terug. Niet. Wie hou je voor de gek? Dat is Allah. Dat is Allah, subhanallah. Die jou kent van binnen en buiten. Die weet wat je denkt, die weet wat je voelt. Die weet wat je voelt beter dan jij. Die weet wat je denkt beter dan jij zelf. Ja? Dan kom je op dag des oordeels bij de hand doen. Gewoon wees... Wees bescheiden en als je fout hebt gedaan, zeg ik heb fout gedaan, want er is geen hulp meer. Tamam? Geer, verhalen gaan dan doorlopen. We gaan naar van de mahshar,
gaan we dan twee wegen nemen. Kuffar die gaan rechtstreeks naar Jahannam. Kuffar, duidelijk kuffar, die gaan rechtstreeks naar Jahannam, boom. Ik ga niet vertellen hoe zij worden gebracht naar Jahannam. Blijven mensen die toch bij de hand doen. En die zijn munafiqin, hypocrieten. Munafiqin die gaan zeggen, ja maar we hebben gebeden en we hebben gevast en we hebben het gedaan en zo. Oké, is goed. Zo, mashallah. Ja, dat is uitgevallen. Ja? Zo, ik vond me wel belangrijk zo. Maar ik ben bijna klaar, toch? Ja. Oké, richting afronding, inshallah. En dan heb je de munafiqin, om het verhaal kort te houden. Munafiqin worden dan gebracht, worden getest in een plek. En dan gaan ze hun plek zoeken. En dan wordt het donker. En Allah subhanahu wa ta'ala geeft de mu'minin licht aan de hand van hoeveel iman jij hebt. Krijg je licht in deze donkere ruimte. En dan mu'minin die krijgen licht, dan zien ze hun weg. En munafiqin vragen, alsjeblieft geef een beetje van jullie licht dat wij ons weg kunnen vinden. Sorry, wij geven niet, Allah geeft. Nou, op een gegeven moment dwalen ze, dan komen ze bij hun uitweg. De uitweg is gewoon naar Jahannam. Dan gaan de rest, allemaal die naar Jannah zullen gaan, die gaan gewoon de richting van Jannah. En die zijn om met Mohammed a.s. En dan komen wij bij een belangrijk onderdeel. En dat is as-sirat. Ihdina as-sirat al-mustaqim. As-sirat is brug. Geslagen tussen eigenlijk de ene kant naar Jannah. Ik heb jullie niet verteld over... veel beelden, laat maar die beelden, omdat er geen tijd voor is. En dan kom je daar bij je straat. En dan gaan wij je straat even oversteken. Kunnen we nog die drie categorieën? Wat waren die drie categorieën? Drie categorieën van Ummat Muhammad? Famin hum? Die zichzelf onrecht aangedaan hebben, ja? Gematigde? En de ijverige. Juist, barakallahu fikum. En tussen die heb je dan gradatie natuurlijk. En dan degene die onrecht, zichzelf onrecht hebben aangedaan, gaan de brug over. Allah vertelt, zegt, وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Er is niemand van jullie behalve dat hij sirat gaat oversteken. Er is niemand van ons behalve dat hij eigenlijk Jahannam gaat meemaken. Sirat die loopt boven Jahannam. En je gaat het zien, je gaat het... Dus je komt gewoon daar. En bij Jahannam... Gaan we even kijken hoe je gaat oversteken. Afhankelijk van jouw daden. Afhankelijk van jouw hart. Want Sayyidina Ibrahim heeft gezegd in de Koran al-Karim. Illa man atallaha biqalbin salim. Niemand zal gered worden behalve degene die komt bij Allah subhanahu wa ta'ala met een gezond hart. Met een zuiver hart. Ja? Qalbin salim. Toestand van jouw hart. En daarom zeg ik ook altijd. En begrijp mij goed alsjeblieft. Zeg niet dat is claim die Sheikh Bassam heeft gezegd. Maar begrijp mij goed. De ibadat die geen effect achterlaten op jouw hart zijn waardeloos. Ja. Aanbiddingen en goede daden die geen effect achterlaten in jouw hart zijn waardeloos. Dat degene die komt... Die gered worden op de dag des oordeels is iemand die een gezond hart heeft. Een hart wordt niet gezond behalve via de weg van al-ibadat. Via de weg van goede daden. Nou, als de goede daden, 40 jaar doe je goede daden en jouw hart is nog niet op niveau. Dan is het alsof je eigenlijk niks gedaan hebt. Alsof je niks gedaan hebt. Het is wel een onderwerp die uitleg en verheldering nodig heeft. Dus neem dat niet als een standaard code of standaard regel. Tamam? Heeft toch uitleg nodig. Goed. Oké. Dus afhankelijk van wat je gedaan hebt, mensen gaan als bliksem. Boom, zijn ze aan de andere kant. Gaan ze. Ja? 300.000 kilometer per uur, toch? Ja, toch? De zon, het licht. Net bliksem. Boom, zijn ze aan de andere kant. Mensen gaan struggelen, en dan mensen die worden ook gepakt door Kalalib. Kalalib, net als de Shawkat Sa'dan, net als hoe noemen we het in het Nederlands? Want dingen die pakken jou en naar beneden brengen. En mensen gaan vallen, zoals in Sahih al-Bukhari ook.
werd verteld? Kalima. Een woord. Wat je zegt. En je let niet op, dan val je in Jahannam. Andere hadith, buiten al-Bukhari, die zegt dan val je 70 jaar in Jahannam. 70 jaar aan het vallen. Je bereikt de bodem niet. 70 jaar aan het vallen. Jouw leven hier is 70 jaar. Dan blijf je 70 jaar vallen. In Jahannam. En vallen in Jahannam is niet gewoon, oké. Nee, maar je hebt gewoon dingen die je meemaakt. En dan vuur, en dan warmte, en dan stenen. En alles maak je mee daar. Ja? Waardoor? Een woord. Een woord. Voorbeeld daarvan? Er zijn veel Marokkaanse broeders hier, toch? Ze zeggen soms in Marokkaans, als je over iemand zegt, ja, Ibn al-Haram. Weet je wat ik Ibn al-Haram? Dat is een zoon van buitenechtelijke relatie. Dus je hebt zijn moeder beschuldigd met ontucht. Het woordje Ibn al-Haram, opletten. Je hebt zijn moeder beschuldigd met ontucht. En je gaat vallen, wallah, je gaat vallen. Ik denk 70 jaar, misschien ook langer. Dat is een woord, dat is gewoon een zware woord. Profeet Mohammed, alayhi salatu wasalam, die zei tegen Aisha. Aisha, de meest geliefde mens voor profeet Mohammed, alayhi salam. Zijn vrouw Aisha, toen hij werd gevraagd. Wie is het meest geliefd voor u? Amr ibn As heeft hem gevraagd. Hij zei Aisha. Aisha, die zegt over Hafsa. Hafsa, die niet Hafsa, sorry. Subhanallah. Safiya. Bint Huyay ibn al-Akhtab. Safiya, ze hebben gepraat over Safiya. En zij deed van... Kort, yani. Zij heeft iets gezegd. Ja? Wat, als je het gaat mengen met water van de zee, die gaat het mengen. Ja, als het bitter was, dat woordje, en je gooit het in de zee, dan zou de hele zee op aarde bitter zijn. Alleen, ja, zij is kort, yani. En hoe vaak roddelen wij, hoe vaak praten wij, letten we niet op. Op straat wordt alles afgerekend. Op straat wordt alles afgerekend. En daarom, straat is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, niet douche, maar soms in bedrijven. Als je binnen gaat, dan moet je zelf gaan ontsmetten, toch? Toch? In sommige bedrijven, toch? Dan moet je gewoon, gaat binnen, ontsmetten. Een straat is eigenlijk om jou te gaan ontsmetten. Een straat om jou klaar te stomen voor om naar de Jannah te gaan. Want niemand gaat de Jannah binnen voordat hij klaar is voor de Jannah. Snap je hem? Tamam? وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّنْ En we hebben al die wrok uit hun harten weggehaald. De bewoners van al-Jannah. Niemand gaat al-Jannah met een atoom van kibber. Met een atoom van hoogmoed. Niemand gaat al-Jannah binnen met een atoom van hoogmoed. Oké. Iedereen misschien heeft wel eens hoogmoed meegemaakt. En misschien mensen gaan dood met hoogmoed. Maar toch mu'minin. Gaan ze naar al-Jannah? Ja, maar eerst worden ze afgerekend en schoongemaakt. Ja? En die atomen, die hoogmoed in de harten. Die worden eigenlijk via salat worden gewoon schoongemaakt. Heb je hem? Maar er is geen vlees die gaat de Jannah binnen, die gegroeid is van zucht, van haram geld. Wat betekent? Jouw lichaam gegroeid van haram geld, die wordt afgerekend bij Sirat. Sirat is een plek om jou schoon te maken. Wanneer je komt bij de Jannah, dan schoon. Mensen gaan vallen in Jahannam. Een profeet die kijkt en maakt zich zorgen. Profeet Mohammed, sahib al-qalb al-rahim. Allah vertelt over profeet Mohammed, Azizun alayhima anittun, harisun alaykum, bil mu'minin ra'uf al-rahim. De pijn wat jullie meemaken is voor hem, het doet hem pijn. De benarde situatie, de dingen wat jullie meemaken, doet hem pijn. Dat is profeet Mohammed alayhissalam. En profeet Mohammed die zit te kijken naar zijn umma en zegt, ummati, mijn umma, ya Allah, mijn umma. Tamam? En de mensen lopen, moeite, kruipen. Mogen Allah ons niet van de mensen maken die gaan kruipen op deze brug. Ja Allah, dat wij gewoon echt net bliksem naar de overkant gaan. Maar wat je gaat maken op die brug is gewoon niet normaal. En mensen die gaan vallen, alles. Hoe gaan ze naar buiten? Hoe gaan ze naar boven?
Ze maken ook zorg. Het is gewoon jarenlang. Ja. Goed. Het verhaal van Brug gaat over. Er gaan veel dingen gebeuren. En daarna, inshallah, sla ik alles over. Kom ik naar vlak voordat we naar al-Jannah gaan. En dat is al-Hawd van profeet Mohammed. Of laat staan al-Hawd. Laat al-Hawd, omdat we geen tijd hebben. En dan komen we eigenlijk bij de deur van al-Jannah. En wie opent de deur van al-Jannah? Profeet Mohammed. Profeet Mohammed wacht dat de ummah Mohammed komt. Maar ummah Mohammed is nog niet helemaal, niet volledig. Profeet Mohammed, yani, iedereen is klaar. Denk wat ik allemaal heb meegemaakt, zo en zo, is klaar zo. Ik ben naar Jannah, alsjeblieft, maak de deur open, alsjeblieft. Maar profeet Mohammed, nee, nog niet. Hij maakt zich zorg. Wat is er? Ummati, ya Rabb, ummati. Dan gaat hij naar Allah, gaat hij smeken, Allah smeken. En profeet Mohammed vertelt, en dan gaat hij Mohammed vertellen, dus lofprijzingen vertellen, die nooit eerder zijn gezegd. Die Allah subhanahu wa ta'ala geeft de macht om mooie lofprijzing te kunnen uiten over Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt, Mohammed, hef je hoofd omhoog. Wat wil je? Vraag en je krijgt. Zij ummati. Zij oké. Iedereen in jouw umma die heeft geloofd en die heeft gebedeerd, kada. Laat ze maar naar buiten komen. Alhamdulillah, komen gewoon uit Jahannam. Zijn ze blij? Profeet Mohammed gaat terug. Yo Allah, dan weer hetzelfde. Wat? Waarom? Ja, ummati. Er zijn nog mensen van ummat Mohammed. Zo blijft profeet Mohammed, totdat Allah zegt aan het einde, uiteindelijk, iedereen van deze umma, die ooit, la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, met echt oprecht, en met goed intentie, uit diepte van zijn hart heeft gezegd, ja, haal hem eruit. Komen ook eruit. En daarna, Jannah geopend, en bismillahirrahmanirrahim. Dat begint eigenlijk. Er werden ook overleveringen verteld. Ik weet niet hoe authentiek die zijn. Dat vrouw, die ging profeet Mohammed inhalen. Bij de deur van Jannah. Wacht even, dat is profeet Mohammed. Dat is vrouw die armala is, die weduwe is. En die heeft gezorgd voor haar kinderen. Na haar man. Die heeft goed gezorgd voor haar kinderen. Dan zie je ook belang daarvan. En in dat hele verhaal wil ik inshallah hiermee ook afsluiten. Vooral dat de zusters bij ons zijn. Dan neem ik de kans om toch aandacht te geven aan onze zusters speciaal. De mensen staan. En je kijkt naar de mensen. We gaan even terug naar de mahshar en zo. En je ziet grote namen, grote mannen. Shafi'i. Ibn Taymiyyah. Ibn Hanbal. Je ziet Imam al-Ghazali. Grote namen. En die hebben hun plek. En toch zie je vrouwen die eigenlijk boven staan. Maar wat hebben zij gedaan? Die vrouwen. Oké, Shafi'i weet ik en zo. Maar wat hebben die vrouwen gedaan? Wacht even. Je moet niet vergeten. Shafi'i is zo geworden door zijn moeder. Ga terug en lees de biografie van Shafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal is zo geworden door zijn moeder. Die heeft ervoor gekozen om te gaan werken en armoede te gaan blijven leven. En zegt tegen hem, maak je geen zorgen, l'ilm. Dat was de gewoonte van de vrouwen in die tijd. Omdat zij weten dat hun positie bij Allah subhanahu wa ta'ala, positie bij Allah subhanahu wa ta'ala wordt niet bepaald aan de hand hoe bekend ze zijn. Maar aan de hand, wat hebben zij geleverd voor het werk van Allah subhanahu wa ta'ala. Vergeet ook niet, Hanna, de moeder van Sayyida Maryam, in de Koran Karim, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ze was zwanger. Ze zegt, oh Allah, wat in mijn buik is, is fi sabilillah. Wanneer een vrouw gaat komen in onze umma, die gaat zeggen, dat kind in mijn buik, die is fi sabilillah. Die is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat is echt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat kind wat in jouw buik is, of dat je dat kind al hebt, dat is jouw project. Dat is jouw onderneming. Dat is jouw garantie voor al-Jannah. Wordt hij grote alim, alles wat hij doet voor al-Ummah, je staat boven hem. Je staat boven hem. De moeder van Shafi'i staat boven de Shafi'i. Toch, wij kennen toch het systeem? Als je iemand inspireert tot het goede, krijg je dezelfde ajr, toch? De moeder van Shafi'i krijgt meer dan Shafi'i.
De moeder van Ahmed ibn Hanbal kreeg meer. Maar die is bekend, die is bekend. Het gaat niet om wie bekend is. Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Allah weet wat in de harten zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala is degene die jou vrij gaat geven van alles wat jij eigenlijk verdient en ook niet verdient. Geen inshallah. Ik sluit hierbij inshallah. Ja? Zullen wij gewoon afsluiten? Ja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم يا رب.